Goeiedag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. De satellietfoto laat veel bewolking zien, ook een paar gaatjes, en alles trekt van zuid naar noord. Uit de bewolking vallen enkele buien en die kunnen in de loop van de ochtend wat zwaarder worden met een enkele klap onweer. Maar het droge weer overheerst de eerste uren. In het zuidoosten blijft het helemaal zo goed als droog, daar is de kans op een bui vrij klein. Vanmiddag nog steeds een aantal pittige buien en die trekken dan vooral over het westen en noorden van Nederland. In het uh, zuidoosten blijft het dus nog steeds op de meeste plaatsen droog. Temperaturen 16 graden aan zee, 20 misschien langs de oostgrens. Vanavond trekken de buien uiteindelijk naar het noorden weg en wordt het op steeds meer plaatsen droog en klaart het op. Morgen hebben we beter weer dan vandaag. De zon schijnt vaker en er valt nog slechts een enkel buitje en daar maken het westen en noorden dan de meeste kans op. Temperaturen zo'n 15 tot 17 graden en aan zee waait een stevige wind. Woensdag is het eerst droog, later op de dag neemt de kans op buien weer toe, en ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig. Daarbij ligt de temperatuur de komende dagen rond 16 à 17 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl